Welkom bij Het Debat. Een debat deze keer over een van de meest besproken maatregelen uit het regeerakkoord. De Vlaamse regering stapt uit Unia. U weet wel, het Interfederaal Gelijke Kansencentrum. De regering holt daarmee het Vlaams belang achterna, zegt de oppositie. Helemaal in tegendeel, zegt de meerderheid. We gaan zelfs een eigen Vlaams Mensenrechteninstituut oprichten. Dat zal beter werken. Wat we zelf doen, doen we beter dus. Ook op gelijke kansen. De zin en onzin daarvan nu in een debat. Aan tafel voor de meerderheid Tom Ongena van Open VLD en voor SPA-oppositie Hannelore Goeman van SPA. Allebei nieuw in het parlement, maar heus niet nieuw in de politiek. Ik ga meteen naar u, mevrouw Goeman, want u bent nu Vlaams parlementslid. U was al Brussels parlementslid. Waarom die overstap? Ja, ik ben in de politiek gestapt omwille van Brussel, omdat ik de problemen wel zie, maar ook de ongelooflijke opportuniteiten, de talenten. En voor mij kan Vlaanderen die helpen mee waarmaken. Hè. Vlaanderen deelt nog altijd de lakens uit op vlak van onderwijs, investeringen in welzijn. En dus het leek mij belangrijk dat ik daar vanuit Brussel mijn stem over kon laten horen in het Vlaams parlement. Ja, want u zegt de lakens uitdelen, inderdaad, de Vlaamse gemeenschap. U zei daarover in de campagne, Vlaanderen houdt te weinig rekening met Brussel, begrijpt Brussel te weinig? Wat bedoelt u juist? Ja, dat gevoel heb ik inderdaad vaak gehad als wij discussies voerden in het Brussels parlement. Dat er in Vlaanderen te weinig politici zijn die Brussel echt goed kennen. Niet alleen de realiteit op het terrein, maar ook gewoon de institutionele realiteit. En dus het is mijn missie om als Brusselse in het Vlaams parlement te helpen om toch die Brusselreflex telkens opnieuw te hebben. Het aantal Nederlandstaligen, de kiezers in Brussel, is natuurlijk vrij beperkt. Nog net geen 10%. Wordt Brussel daardoor soms stiefmoederlijk behandeld door dat grote Vlaanderen? Misschien te veel, ja. Maar dus dat is ook mijn rol, hè, om ervoor te zorgen dat die Brusselse belangen wel meetellen. En ik vind trouwens dat de Vlaamse gemeenschap in Brussel zich niet alleen moet richten tot de Nederlandstaligen. Wij staan voor een open Vlaamse gemeenschap die zijn deuren openzet voor Brusselaars die het Nederlands een warm hart toedragen. Want ik denk dat de positie van het Nederlands in Brussel daar alleen maar wel bij kan varen. U gaat in het debat met iemand uit Sint-Katelijne-Waver. Tom Ongena, goedemiddag. Goedemiddag. Goedenavond, beter. Nieuw in dat Vlaams parlement, maar u draait al lang mee in de politiek, ooit zelfs al woordvoerder van een andere minister-president. Ja, van Bart Somers, dat hij in 2003 minister-president is geworden, heeft hij mij toen gevraagd om zijn woordvoerder te worden. Dus ik heb toen eigenlijk de Vlaamse politiek al wat leren kennen en dan zijn we met hem samen door naar de partij gegaan, partijwoordvoerder geweest en dus nu mag ik het na vele jaren achter de schermen gedaan te hebben, mag ik het nu voor de schermen doen en heb ik nu de kans gekregen om als opvolger van Bart Somers in het Vlaams parlement mijn eigen ding eens te doen. En dat gaan we natuurlijk met volle overtuiging doen. Ja, die Bart Somers is de rode draad. Hè. U was ook nadien tot voor kort fractiewoordvoerder als hij fractieleider was in dit parlement. Blijven werken als woordvoerder. Ja. Bent u de baby Bart Somers, de nieuwe, de politieke zoon van Bart Somers, zo wel dat, eens? Altijd in zijn zog? In het verleden men af en toe wel eens de opmerking maakte dat we precies broers waren, maar dat is voor alle duidelijkheid niet het geval. Maar ik ken hem natuurlijk al heel lang. Ik ken hem eigenlijk al van 1993, toen ik in Mechelen ben komen wonen. En heb met hem, denk ik, heel hard gewerkt, samengewerkt om van die stad een mooie, een betere stad te maken. Hè. Ik denk dat we daar een mooi parcours, mevrouw Bart Somers, een mooi parcours heeft afgelegd. En ja, nu gaan we proberen van hetzelfde te doen in de Vlaamse regering, hè. Onder andere over samenleven. Hè. Denk ik, Mechelen daar toch een beetje een voorbeeld van is. En dus ik hoop nu van het Vlaams parlement dat mee te kunnen realiseren. Want over dat laatste, hij is minister van Gelijke Kansen en Inburgering. Jullie noemden dat, of noemen dat nog altijd, samenleven, een ander woord. Waarom? Maar ik denk dat dat belangrijk is dat we aangeven dat het complexe verhaal van de diversiteit in onze samenleving, hè, die is er. Hè. Vlaanderen is divers, is dat trouwens altijd geweest. En dat zorgt natuurlijk voor heel wat uitdagingen. En daarbij is inbreng belangrijk. Hè, dat we nieuwkomers natuurlijk de kansen geven en ook wat dwingen en verplichten om zich in te burgeren, onze taal te leren, onze gewoontes te leren kennen. Maar voor ons is het meer dan inbreng samenleven. Het is ook zorgen dat wij, dat diegene die hier woont, de mensen die de Vlamingen, dat we allemaal inspanningen doen om samen te leven. Hè? Niet naast elkaar, want dat gebeurt vandaag te veel. Jammer genoeg dat we naast elkaar leven. Maar zorg dat we samenleven. En ik denk door te zeggen, kijk, ik ben niet enkel minister van inburgering. Ik ben ook minister van samenleven. Geef je meteen al dat signaal. Dan geef je al het signaal, we gaan allemaal inspanningen moeten doen. Nieuwkomers, maar ook wij allemaal. We gaan die grenzen die er vaak zijn, gaan we moeten doorbreken. Niet naast elkaar leven, maar samenleving. Enkel zo kunnen we van die diverse samenleving kunnen daar een succes van maken. Ja, het Mechels model, misschien straks iets meer over het Brussels model, als je dat naar Vlaanderen kan exporteren. Over het onderwerp van debat, Unia dus. Ik heb het
het opgezocht in het regeerakkoord, 300 bladzijden, de hit komt of het woordje keert eigenlijk maar één keer terug of in één paragraaf. En ik citeer het even, want daar gaat het over in het hele debat van de voorbije weken. De samenwerking met Unia stopt op het einde van de lopende samenwerkingsovereenkomst. En dat wordt verwezen naar de oprichting van een eigen instelling. Ja, mevrouw Goeman, gisteren was Unia nog in het nieuws. Een uitspraak over de carnavalisten in Aalst. Unia bekijkt dat, beoordeelt dat. Dat wordt nu, of de bedoeling is althans, dat het verdwijnt. Wat vindt u ervan? Ik vind dat een onbegrijpelijke keuze van deze regering. Unia wordt gelauwerd door de VN. Je ziet ook dat het aantal klachten jaar na jaar toeneemt. Zijn vorige legislatuur verschillende keren tekst en uitleg komen geven in het Vlaams parlement. Toen tot grote tevredenheid. En dan plots die politieke beslissing, want dat heeft minister Somers in de commissie ook al duidelijk gezegd, om de samenwerking stop te zetten. Wij vinden dat een zeer jammere zaak. Zeker omdat er geen enkele evaluatie is gebeurd van de werking van Unia. Weinig inhoudelijke argumenten gehoord. En dus kunnen wij ons natuurlijk niet van de indruk ontdoen dat het misschien toch ook iets te maken heeft met het feit dat Unia de vorige legislatuur een aantal keer onzacht in aanraking is gekomen met de meerderheidspartijen, de N-VA voorop. N-VA en dus op, wij vrezen dat er toch een licht revanchistisch kantje zit aan dit verhaal, dat voor ons verder geen positieve kanten heeft. Hè. Want het gaat alleen maar zorgen voor meer complexiteit en een extra duur instituut. Ik neem dat even mee. Ja, Els Keitsman, directrice van Unia, zei ook, het is ons onduidelijk waarom dit beslist is. Het wordt ook niet toegelicht in het regeerakkoord. Jullie moeten ermee doorgaan, zegt uw minister. Het is om politieke redenen gebeurd, hoor je dan. Of symbolisch, zeggen ze bij Unia. Waarom moet dat stoppen, die Unia, of die dotatie? Ik denk dat de strijd tegen racisme en discriminatie is heel belangrijk. Ik denk dat de minister-president dat ook nog eens heel duidelijk heeft gemaakt in zijn regeerverklaring, dat daar niet aan getwijfeld kan worden, dat deze Vlaamse regering die strijd absoluut en actief gaat verder zetten. Op tal van domeinen, in de woningmarkt, op de arbeidsmarkt, overal. Want ik denk dat discriminatie, en daar zijn we veel van ons over eens, niet allemaal jammer genoeg, dat dat iets is dat verwerpelijk is en dat we nooit kunnen aanvaarden. En daar was dan toch Unia voor, vorig jaar 2200 klachten behandeld, dat is een instrument tegen racisme. Absoluut, dus er is absoluut nood en daar twijfelt ook heel weinig mensen, twijfelen daaraan, aan een centrum dat die klachten behandelt. Dat een centrum moet zijn dat onafhankelijk is, dat kwaliteitsvol is, dat ook klantgericht is. Ook daar twijfelen weinig mensen aan, toch wij zeker niet. Maar natuurlijk moet je de vraag stellen op een gegeven moment, ja, Vlaanderen is meer en meer bevoegd, heeft onder andere ook in deze materie een gelijke kansendecreet, waar dat we zelfs verder gaan in de discriminatieaanpak dan bijvoorbeeld Europese regels. We hebben daar een twintigtal redenen dat je kunt aanklagen in Vlaanderen op basis waarvan je mogelijk gediscrimineerd bent. Nee, ik zeg jullie, doen dat beter zelf dan. In het verlengde daarvan, als je zo'n grote bevoegdheid hebt, als je dat zo belangrijk vindt, is het niet onlogisch dat je in het verlengde ook gaat naar een eigen centrum, een eigen mensenrechtencentrum, dat de toepassing van die vrijheden en de bescherming van die vrijheden, die waarborgt. Ja. En een eigen centrum heeft dus ook echt wel zijn voordelen. Er zijn enkele voordelen aan verbonden. Mag ik het even al meenemen wat u hier net zegt? Want uw voorzitter, mevrouw Rutten, zei ook al, we gaan op het congres van zijn partij, er komt iets anders in de plaats waarmee we sterker kunnen optreden. Unia gaat weg, maar er komt iets beter, zegt men. Ik zie de meerwaarde van zo'n apart centrum in ieder geval niet. Maar om eerst even terug te komen op uw opmerking. Inderdaad, ik hoor minister Jan Bon ook zeggen dat de strijd tegen racisme zal worden opgevoerd. Klinkt goed. Ik ben in de politiek gestapt omdat ik zeer sterk geloof in gelijke kansen. En dus de strijd tegen discriminatie moet in onze samenleving een prioriteit zijn. Maar ik lees toch zeer weinig eten en drinken als het daarop aankomt in dit regeerakkoord. U hebt het over discriminatie op de huisvestingsmarkt. De praktijktesten worden nog altijd niet uitgerold. Dus dat is een opmerking die ik toch wel echt wou maken. En dan wat de apart centrum betreft, want die discussie hebben we ook gevoerd. Dat is nu het argument dat naar voren wordt geschoven, dat we eigenlijk meer moeten evolueren naar een mensenrechteninstituut. Mm-hmm. Bon, daar kunnen wij ons op zich in vinden. Maar we zien niet waarom dat dan niet gewoon op niveau van Unia zelf gebeurt. In die zin, de grote sterkte van Unia was altijd dat het inderdaad een interfederaal centrum was waar je naartoe kon, los van de wetgever, los van de wetgeving. Eén loket voor alle soorten klachten, waar dat je ook woonde in België, over welke wetgeving het ook ging. En de klachten zijn vaak ook gemengd in wetgeving. En dus in die zin, ik hoor u één loket
zeggen. Dat één loket bestond al in de praktijk. En nu gaan jullie, wat mij betreft, eigenlijk dure koterij aanbouwen. En dat voor een regering die wil rationaliseren. Ja, want ik neem er even bij. Unia blijft natuurlijk bestaan. Vlaanderen is 10% van de subsidies, 800.000 euro. Het blijft ook in Vlaanderen actief voor hate speech, hate crime enzovoort. Ik heb als burger mogelijk gediscrimineerd. Ga ik die Vlaamse instelling hebben? Ga ik die interfederale instelling hebben? Ja. Daarom dat het belangrijk is dat we welke achterbouw we maken en hoe dat het erachter uitziet, dat dat voor de burger eenvoudig blijft aan de voordeur. Dat er één voordeur is. Daar gaan we absoluut moeten over waken. En dat heeft minister Somers en de commissie ook al duidelijk gemaakt, die één loketfunctie gaat blijven. Maar mag niet vergeten dat vandaag het ook al allemaal is opgesplitst. Bijvoorbeeld gelijkheid van man en vrouw zit niet bij Unia. Dus diegene die gediscrimineerd wordt op basis van gelijkheid man-vrouw, ja, kan ook al niet bij Unia terecht. En dat is bijvoorbeeld een voordeel. Als we naar één Vlaams instituut gaan, dan kan je ook heel dat genderverhaal, hey, ik word gediscrimineerd op basis van mijn geslacht, kan je daarmee in incorporeren. Dus dat is denk ik een heel belangrijk voordeel, dat we daar één instituut hebben, dat alle vrijheden en alle mogelijke gronden van discriminatie als een geheel kan beschouwen. Want die spelen ook op elkaar in, die vrijheden. Dus dat is denk ik een belangrijk voordeel. Bovendien, een bijkomend voordeel als we een eigen sterk Vlaams instituut hebben, is dat dat instituut ook beleidsadviezen kan maken op maat van Vlaanderen. Dat is vandaag niet het geval. Unia moet voor verschillende broodheren werken. Als we ons eigen instituut hebben, kan men veel sterker en veel krachtiger beleidsadvies geven waar de Vlaamse regering, waar wij in het parlement, rekening mee kunnen houden. Het zijn twee heel duidelijke voordelen van een eigen centrum. Bovendien, zoals ik al zei, het ligt in het verlengde. Vlaanderen is bevoegd op heel veel materies, vindt gelijke kansen belangrijker en belangrijker. Dan is het gewoon een logisch gevolg dat je ook een eigen centrum hebt. Het is eigenlijk een kwestie, een stukje van decentralisatie, zoals ze openbaar vervoer naar ons gehaald hebben, zelf organiseren. Als je gelijke kansen belangrijk vindt, en wij vinden dat belangrijk, als je de strijd tegen discriminatie belangrijk vindt, en wij vinden dat belangrijk, dan denk ik dat een eigen centrum toch niet zoveel gevraagd is. Ik denk dat dat juist een goede zaak, een meerwaarde kan zijn, maar natuurlijk goed bewaken. Dat het kwaliteitsvol is, dat het onafhankelijk blijft, de rol van waakhond moet blijven spelen en vooral dat het ook klantvriendelijk is, dat slachtoffers daar op een heel gemakkelijke manier terecht kunnen. En mochten er dan bevoegdheidsissues zijn, ja, dat het centrum dan zelf de doorverwijzing doet. Dus dat het één loketprincipe overeind blijft voor die slachtoffers. Dus dat dan één loket, de kleur van de kat maakt niet uit, zeggen ze dan, als ze maar muizen vangt? Ik hoor collega Ongena hier met veel stelligheid beweren dat er inderdaad één toegangspoort zal blijven. Dat moeten we natuurlijk nog eventjes afwachten. En ik heb het bon, à voir, zoals wij in Brussel zeggen. Maar in ieder geval, dan nog vinden wij dat hele argument over het feit dat er één mensenrechteninstituut zou moeten komen, dat eigenlijk perfect ook kan gelden op federaal niveau. Zodat het inderdaad heel duidelijk blijft en over de verschillende bevoegdheidsdomeinen heen. Want wat mij heel erg stoort in de discussie, is dat die beslissing inderdaad nu puur politiek is genomen, zonder enige evaluatie van de werking van Unia. Zijn er klachten geweest over de manier waarop Unia ook vandaag al de klachten die vanuit Vlaanderen binnenkomen behandeld heeft? Alleen, want Vlaanderen financiert inderdaad voor 10%, maar bijna 50% van de klachten die bij Unia binnenkomen, komen op dit moment uit Vlaanderen. Ik heb daar vroeger nooit iemand opmerkingen over horen maken en plots moet Unia eruit. En dat sterkt mij inderdaad in de overtuiging, zoals minister Somers trouwens zelf gezegd heeft, dat het eigenlijk vooral een dure trofee is. Ik denk in eerste instantie voor N-VA, wat ons betreft ten koste van goed bestuur. Want we gaan naar twee huizen in plaats van één huis. Ja. En twee huizen kosten altijd meer dan één. Maar ik ben toch niet eens. Ja, het is een politieke beslissing natuurlijk, maar ook een politieke beslissing die past in een lijn van kijk, we willen het beleid rond gelijke kansen en discriminatie willen wij extra kracht bijzetten, willen wij meer vorm geven. En een ondersteuning die we daardoor kunnen krijgen van een eigen mensenrechteninstituut kan daarin een voordeel zijn. Ik denk dat je het ook eens vanuit een losse bril moet kijken, een beetje een kleurloze bril, van daar zitten ook opportuniteiten in. Ik denk dat we daar ook het beste van moeten maken. We hebben in Vlaanderen bijvoorbeeld ook onze eigen Vlaamse ombudsdienst. Er bestaat ook een federale ombudsdienst. Dat is ook... waarom zouden we dan... We hebben een eigen kinderrechtencommissariaat. Als ombudsdienst belangrijk is, als kinderrechten belangrijk zijn, dan lijkt mij gelijke kansen en antidiscriminatie ook belangrijk. En dus waarom zo verzetten tegen een eigen Vlaams centrum, in de mate dat we, de drie punten die ik daarnet opsomde, dat we die bewaken, die moeten er komen...
denk ik dat dat ook heel wat voordelen met zich kan meebrengen. En begrijp ik niet goed waarom dat je daar zo'n politieke strijd tegen voert. Zoals u zelf al zei, of de kat nu wit of zwart is, als ze maar muizen vangt. Ik denk dat dat de essentie is. En daar gaan wij ook vanuit Open VLD absoluut over waken. Heb ook alle vertrouwen in minister Somers, dat hij daar ook gaat over bewaken, dat dat nieuw centrum onafhankelijk, kwaliteitsvol is en klantvriendelijk. Maar tegelijk een politieke beslissing. Jullie partij heeft in de loop van de campagne of voorheen nooit uitgehaald naar die Unia. Dat was geen issue. N-VA deed dat wel, natuurlijk ook Vlaams Belang. Wanneer het dan beslist werd, zie je Theo Franke die zeer wellustig tweet, het wordt afgeschaft. Terwijl bij jullie, als u eerlijk bent, het leek allemaal maar wat met lange tanden. Dan is het maar zo. Dit hoort bijna kort. Het is juist dat het door anderen echt op tafel is gegooid. En welke beweegredenen zij hebben, is hun zaak, in alle eerlijkheid. Maar we hebben natuurlijk mee de keuze gemaakt, omdat wij opportuniteiten zien in een Vlaams centrum, zoals ik daarnet ook al zei. Maar als het aan jullie lag, dan was die Unia blijven bestaan zoals die is. Ik denk dat we misschien dan een evaluatie hadden gemaakt, maar misschien tot dezelfde conclusie gekomen. Ja. Niet vergeten, ook wij zouden tot de conclusie kunnen gekomen zijn dat een eigen Vlaams centrum een meerwaarde kan hebben. Trouwens, de huidige samenwerking loopt tot 2023. Het is niet dat we daar het licht gaan uitdoen, voor alle duidelijkheid. Daar werd het enthousiasme van een aantal N-VA'ers natuurlijk wel wat gevraagd. Ja, ik denk, en ook daar geen misverstand over. Tot de dag dat het eigen Vlaamse deur open gaat, blijven we heel goed en nauw samenwerken met Unia. Want op geen enkel moment gaan we toelaten dat mensen die mogelijk slachtoffer zijn van discriminatie, dat die in de kou blijven staan. Evident niet. Dus wij gaan uiteraard blijven samenwerken met Unia. We gaan dat op een constructieve, positieve manier doen. Wij hebben ook geen probleem mee dat Unia zijn een waakhondrol speelt. Moet dat ook spelen. Maar we gaan natuurlijk in de komende jaren gaan wij een goede voorbereiding treffen, zodat op de dag dat die samenwerking stopt, dat er meteen een eigen Vlaams centrum is, dat up and running is en dan meteen ten dienste kan staan. Want dat kan nog wel wat proporties aan. Nemen dat centrum. Unia telt nu 106 voltijdse equivalenten, 2200 klachten behandeld, 7000 die binnenkwamen. Dat wordt een heus instituut, hè? Als je dat wil overnemen voor heel Vlaanderen. De helft van de klachten komen uit Vlaanderen. Die ambitie mogen we toch hebben, dat mag ons toch ook niet afschrikken. Als we gelijke kansen en discriminatie belangrijk vinden, als in het Vlaams regeerakkoord daar wel degelijk ook punten in staan, onder andere over de werkvloer en dergelijke meer, dan vind ik het perfect te verantwoorden dat je ook zegt, we gaan daar nu ook het sluitstuk van maken, namelijk een eigen controleorgaan waar slachtoffers terecht kunnen. Maar ik vind dat niet zo'n probleem. We zijn het erover eens eigenlijk dat Unia goed werk levert. En het minste dat we hadden mogen verwachten is dat er toch inderdaad een evaluatie was gebeurd over waar Unia dan in zijn werking zou kunnen verbeteren. Maar nu wordt er gewoon stricto facto gezegd, het is voorbij. Hè. Wat er met de expertise binnen Unia nu gaat gebeuren, dat is ook niet helemaal duidelijk. En het minste dat we dan mogen verwachten is inderdaad dat minister Somers, en daar reken ik inderdaad ook op, zal proberen om tot 2023 constructief samen te werken met Unia. Maar voor ons blijft dit een vergissing en een absurditeit dat we nu naar twee centra gaan waar volgens mij het heel moeilijk gaat worden voor mensen die op zoek zijn naar hulp, omdat ze gediscrimineerd worden om hun weg in te vinden. Ja. Blijf erbij. We hebben een eigen ombudsdienst. We hebben een eigen kinderrechtencommissariaat. Waarom is dat dan zo'n groot probleem dat we een eigen mensenrechteninstituut gaan? Maar overtuigd Vlaanderen van de meerwaarde. Vlaanderen heeft veel meer bevoegdheden, krijgt veel meer bevoegdheden, vindt dat belangrijk, die strijd. Dus waarom u a priori ook zo verzetten tegen de fout die je anderen verwijt, namelijk dat ze met een bril naar Unia kijken en eventueel een andere reden hadden om daarmee stop te... Die doe je maar zelf nu ook, door ook a priori al te zeggen dat een Vlaams centrum niet goed zou zijn. Waarom dat het niet zou kunnen binnen Unia, omdat we tot dusver altijd goed hebben samengewerkt met Unia, ook voor Vlaamse bevoegdheden. Ik twijfel er niet aan dat we goed kunnen samenwerken met Unia, dat die zelfs goed werk hebben geleverd. Maar ik zie wel een opportuniteit in een eigen Vlaams centrum. En als je met die onbevangen blik daarnaar kijkt, dan denk ik dat je daar ook van overtuigd bent. U maakt natuurlijk de opportuniteit nu, omdat de beslissing natuurlijk politiek is gevallen en nu moet er het beste van gemaakt worden. En nu gaan wij daar een sterk centrum van maken, in belang van de weg. Dat zal dan inderdaad ook moeten en dat is een politieke keuze die gemaakt is. Maar wij vinden dat een gemiste kans om te kijken hoe we Unia eigenlijk verder zouden kunnen versterken. Als ik even mag tussenkomen, want in die zin meng ik mij in het debat, maar ik kreeg de vraag binnen. Unia of een nieuwe instelling die waakt over mijn rechten als burger. Nu, er bestaat al lang zo'n instelling die waakt over mijn rechten. Je vindt het overal in alle maten en het heet de rechtbank. Er zijn toch rechters en advocaten die je belangen behartigen en daarover oordelen, waarom moeten daar extra instellingen bij komen eigenlijk? Ja, dat is natuurlijk omdat de stap naar de rechtbank is voor veel mensen nog altijd ongelooflijk groot. En dat is trouwens ook waar dat Unia dag in dag uit zijn meerwaarde bewijst. En volstaat dan geen... Een van de redenen waarom ik zo'n grote pleitbezorger ben van zijn de werking. Zijn er geen andere middelen om die kloof tussen mens en advocaat
rechtbank Unia heeft een ongelooflijke expertise, kent ook de discriminatiewetgeving als geen ander op alle mogelijke vlakken en is dus dé aangewezen partner, laagdrempelig, om mensen die gediscrimineerd worden ook te adviseren op basis van welke wetten ze eventueel bij welke rechtbank een proces kunnen aanspannen. En dus in die zin denk ik inderdaad dat een instituut als Unia daar een heel belangrijke rol heeft te spelen als brug naar eventueel verdere gerechtelijke stappen. Een tussenorgaan, meer overheid, zegt de Open VLD'er. Ja, maar ik vind, gaat over gelijke kansen en discriminatie. Ik denk, hier gaan we niet lichtzinnig overgaan. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen die daar slachtoffer van zijn, op een zeer laagdrempelige manier terecht kunnen met hun klacht. En ik volg Hannelore daarin. De rechtbank, dat is de ultieme stap en is voor vele mensen al een veel te grote stap. Daarom dat bijvoorbeeld voor ons ook heel belangrijk is dat dat nieuwe instituut, zoals Unia vandaag, ook de mogelijkheid behoudt om zelf in rechten op te treden. Als slachtoffers op een of andere manier anoniem willen blijven, omdat ze schrik hebben dat er repercussies gaan komen als hun klacht naar buiten komt, dan is het goed dat je zo'n centrum hebt dat één bemiddelt eerst, in eerste orde bemiddelt, niet meteen naar de rechter stapt, eerst gaat bemiddelen met bijvoorbeeld de werkgever of wat dan ook, of de huisbaas, en probeert het in de minne op te lossen. Maar mocht dat niet lukken, als men volhardt in zijn discriminatie, dat dat centrum ook het wapen heeft om zelf naar de rechtbank te stappen in naam van de betrokkenen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat heeft Unia vandaag ook. Wordt niet zoveel gebruikt, al geluk, omdat men heel veel bij bemiddeling oplost, maar dat men dat wapen, dat het nieuwe centrum, het Vlaams centrum, dat wapen ook krijgt, en dat zal ook zo zijn. Als ik daar heel even op mag reageren, want ik ben het volmondig met u eens, inderdaad. Allee, ik ben blij dat u het herkent. Vandaag speelt Unia natuurlijk ook een heel belangrijke rol in die bemiddeling. Want in veel zaken is het ook niet altijd slechte wil als het gaat over discriminatie. Pas op, bestaat, hè. Er was het geval met de carnavalisten in Aalst. Voilà. Was dat niet en daar, stel ik vast dat Unia een superconstructieve, bemiddelende rol heeft gespeeld om te proberen om het begrip aan beide kanten te vergroten en daar ook in slaagt. Dus die bemiddelende rol spelen zij vandaag opnieuw zeer goed. En dus een argument erbij om te zeggen waarom zouden we in godsnaam als Vlaanderen ons daaruit terugtrekken. Ja. Ik wil even wat ruimer gaan over dat regeerakkoord, want dit is een van de elementen die oppositie ertoe bracht te zeggen dat er een stempel van het Vlaamse Belang op dit regeerakkoord staat. Er is ook het minderhedenforum, daar kunnen we nu niet verder op doorgaan. Het minderhedenforum dat dreigt te verdwijnen, de moeilijkere toegang tot zorg voor nieuwkomers. En zo meer die stempel of de echo's van het Vlaams Belang. Houdt u daaraan? Is dat zo? Als u dat leest, dat regeerakkoord? Ik heb toch inderdaad de indruk dat dat regeerakkoord doorspekt is met een aantal symboolmaatregelen die vooral de boodschap willen uitsturen dat de Vlaamse regering zeer streng zal zijn voor nieuwkomers. Want het interessante is, en ik kijk ook uit naar de discussies in de commissie, als het puur over het discours gaat over samenleven, dan ben ik het vaak eens met minister Somers. De Somers, het Mechelse verhaal. Maar ik herhaal, ik zie daar weinig over terug in het regeerakkoord. De focus ligt heel eenzijdig op inburgering. Die inburgering wordt betalend. Er worden examens opgelegd. Er worden inderdaad, je moet je inburgeringsattest halen als voorwaarde om een aantal rechten te kunnen uitoefenen. En dan zie ik dat discours van minister Somers van het moet in twee richtingen gaan. Mm-hmm. Zowel de samenleving als de nieuwkomers moeten inspanningen leveren. Totaal niet terug. Ja. De focus ligt vooral op nieuwkomers. Is dat een stukje wat meneer Somers doet? Het forse Vlaams nationale discours, zeker in de campagne. Jullie hebben nu de bevoegdheid, jullie veilen dat wat af op jullie manier. Maar ik nodig toch uit om het regeerakkoord dan nog eens goed te lezen. Je zult zien dat er ook een heel hoofdstuk samenleving in zit, waar er wel degelijk ook maatregelen in staan om inspanningen van ons allemaal te vragen, om dan naast elkaar leven echt te doorbreken. Daarom bijvoorbeeld ook dat we zeggen dat we verenigingen die zich op één etnische, culturele achtergrond richten, dat we daar ook mee stoppen, omdat we ook van overtuigd zijn dat terugplooien op je eigen achtergrond nooit goed is. Nog voor Vlamingen, nog voor nieuwkomers. En dat we echt moeten alles in het werk zetten om het samenleven te bevorderen. Dus ik ben er echt van overtuigd dat ook met Bart Somers, hij kent dat natuurlijk, hij kent heel de problematiek. Heeft het als burgemeester denk ik echt serieuze stappen vooruitgezet. Werd door nationale en internationale mensen ontvangen en congressen moest hij gaan spreken daarover. Dus ik heb er ook alle vertrouwen in. Het is juist dat in het regeerakkoord wij van nieuwkomers meer verwachten. Is dat pestgedrag? Nee, dat is geen pestgedrag. Dat is zorgen dat mensen beter gewapend zijn om in onze samenleving te kunnen functioneren. Als wij van nieuwkomers vragen dat ze onze taal leren, als wij van hen vragen om fundamentele spelregels
regels van onze samenleving na te komen, dan is dat niet om hen te pesten, dan is dat om ervoor te zorgen dat zij, als zij de dag nadien naar een werkgever gaan om te solliciteren, dat zij ook effectief een kans krijgen om die job te hebben en om te beginnen werken en zo bij te dragen aan onze samenleving. Laatste reactie. Laat mij heel duidelijk zijn. Hè. Wij zijn grote voorstander van verplichte inburgering. Het is inderdaad heel belangrijk om de taal te leren, om zo snel mogelijk georiënteerd te worden om je plaats te vinden op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Maar als ik vaststel dat Vlaanderen op dit moment vooral naar Nederland kijkt voor zijn inburgeringsmodel en dat ze daar terugkomen op het beleid dat zij daar voeren met betalende inburgering en resultaatverbindenis. Examen blijft betalend. Hè. Ja, maar de onderzoekers zeggen daar heel duidelijk, sorry, maar dit beleid werpt vooral extra drempels op en werkt op langere termijn vooral contraproductief. Dus enerzijds geloof ik niet in het feit dat het inburgeringsbeleid dat minister Somers vandaag gaat voeren zal zorgen voor snellere en betere inburgering. En daarnaast stel ik ook vast, hè, inderdaad het sociaal weefsel, verenigingsleven, zeer belangrijk om dat samenleven lokaal waar te maken, maar dat wordt 6% bespaard op alle subsidies. Geen positief signaal over hoe dat je samenleven in de praktijk op het terrein gaat mogelijk maken. Want daar ligt inderdaad het antwoord. Ja. En ik vind het soms ook wat moeilijk. Even afronden, mevrouw. Dat er dan zo gesproken wordt over etnisch-culturele verenigingen in zo'n zwart-wit termen. Want zijn er etnisch-culturele verenigingen waar een probleem is? Waarschijnlijk wel. Maar ik ken er hier in Brussel evenveel die op een zeer open manier zeer constructief werken in de buurt. En om het kind met het badwater weg te gooien, dat is een volledig verkeerde keuze. Dat wordt dan ook bekeken. Dat minderhedenforum wordt nog geëvalueerd. Even iets helemaal anders, weg van dit thema. Over jullie beide partijen. Vorige week hadden we hier ook twee parlementsleden. Wij hebben een voorzitterswissel op Tilstaat. Nu is het niet zo moeilijk, er zijn veel wissels. Maar eerst bij u, meneer Ongena. Normaal gezien is er hoe dan ook een voorzittersverkiezing in maart. Ik ben geen kandidaat. Hè, als dat bent u kandidaat? Nee, ik ben geen kandidaat. Als dat uw vraag is. Veel ervaring. Gaan we maar, het parlement amuseren. Misschien moeten zich snel nieuwe kandidaten aandienen, want het zou wel eens kunnen dat het vroeger moet, wanneer Gwendolyn Rutten minister zal worden, bijvoorbeeld. Ah, dat werd gedacht ook over die Vlaamse... Voilà, daarom. En ik denk dat heeft aangetoond dat dat toch allemaal wat speculatie is. Als puntje bij paaltje komt, dat toch allemaal niet zo doorgaat. Ik denk dat het een goede keuze is geweest van haar om voorzitter te blijven. Ik denk dat zij een hele goede voorzitter is. Ik denk dat zij dat ook heel goed gedaan heeft met de Vlaamse onderhandelingen. En door niet in die Vlaamse regering te gaan, heeft ze denk ik ervoor gezorgd dat wij een stabiele partij zijn. Dat we nu ook in die onderhandelingen, als we erbij zijn, dus federaal. We zien of de federale regering onze rol ten volle kunnen spelen. En laat ons dan maar zien, normaal gezien zijn de voorzitterverkiezingen in maart volgend jaar. En ik zou iedereen in mijn partij willen oproepen. En dat gebeurt ook zo. Van, houdt u nog even in. Laat ons nu eerst concentreren. We hebben een goede Vlaamse regering gevormd. En als we meespelen, zorgen dat we ook een goede blauwe stempel op die federale regering kunnen zetten. Bij u, mevrouw Goeman. De stembrieven, dacht ik, moesten binnen zijn 16 oktober. Dat is al een week geleden. Op wie heeft u gestemd? De stemming is geheim. Ah. De keuze was vrij beperkt. Hè. Conor Rousseau met heel veel afdelingen achter zich. Momenteel uw fractieleider, Hans De Reu, medewerker. En dan Alasbi Zayou, de dame kende ik niet, de dame van de vakbond. Nee, Christel van der Paal is de laatste kandidaat. Alasbi, dat is de co-voorzitterskandidaat van Hannes De Reu. Ja, dat. Voor alle duidelijkheid, de stemming is trouwens nog niet afgelopen bij ons. De stembrieven moesten binnen zijn, dacht ik. Ja, we mogen online ook nog stemmen. Ah, ja, dus, dan niet met de brief. Ik heb al gestemd, we zijn een moderne partij, mee met onze tijd. Maar ik ga vanavond luisteren naar de voorzittersvoorstelling, of de kandidatenvoorstelling. Voor mij moet het over inhoud gaan. Hè. Ik ben heel benieuwd wat de drie kandidatenduo's gaan vertellen over hoe dat zij onze partij de komende jaren willen herorganiseren en opnieuw op de kaart zetten. Hè. Daar moeten we niet flauw over doen. De SPA zal terug vooruit moeten gaan. Ik ben vast maar van plan om daar mijn bijdrage toe te leveren. Het is niet de eerste keer destijds. De partij die krimpt was er dan Bruno Tobak, die zou de partij redden. Nadien was er John Crombie, die zou de partij redden. Nu wordt die langs alle flanken wat aangevallen. Komt er weer een nieuwe messias, redder bij de SPA? Nee, ik geloof ook absoluut niet in de voorzitter als messias. Allee, de tijd van grote voorzitters die alle touwtjes in handen heeft, ik denk dat die echt wel voorbij is. Vooral ook omdat je als voorzitter tegenwoordig een bijna onmenselijke taak hebt. Je moet goed zijn in alles. Op de hoogte van alle dossiers, communicatief, zeer sterk, met een ongelooflijk lokaal netwerk, bovenlokaal netwerk. En dus ik hoop gewoon dat onze voorzitter, wie het ook wordt,
een goed team rond zich weet te verzamelen van mensen die elk hun expertise hebben en ook zeer goed samenwerkt met zijn parlementaire fracties. Want daar zie ik toch een ongelooflijk hoopgevend gegeven. Met name, ja, we zijn er toch in geslaagd als SPA om een heel aantal nieuwe mensen in de parlementen te krijgen. En dus het zal ook van ons werk afhangen of wij als partij er opnieuw in slagen om mensen te overtuigen. En wanneer herkennen we de nieuwe voorzitter? Als er maar één stemronde komt, ja, dan moeten we het weten begin november, 8 november. Ja, bij jullie is er momenteel één uitdager, dat is Francesco van der Jeugd. Dat dacht ik, daar blijft het voorlopig bij. Ja, ik lees dat nog... ook, maar zoals ik daarnet al zei, denk ik dat het beste is dat iedereen zich nog even inhoudt en eerst focussen op wat belangrijk is. Ja, bij CD&V Centraal 7, dat zal, maar die staan er dichter voor, hè? Ja, van die verkiezing. Eén van de zeven zal het worden, zeker. Maar hoeveel stemrondes, afwachten. Ja, dankjewel mevrouw Goeman, meneer Ongena voor dit gesprek. U ook om dit debat te volgen. Volgende week zijn we natuurlijk weer met het debat over de meest actuele kwesties, het nieuws van de voorbije week. Een discussie, een debat tussen meerderheid en oppositie.